Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. 5.5 kabel en 107.9 FM in de ether. U bent daar, Anita? Ja, ik ben hier, okay. Maar ik had Cheryl nog niet contact, maar okay. Goed. Gooi Cheryl in het gesprek dan. Ik kan Cheryl nog niet in het gesprek gooien. Cheryl moet me bellen, dan kan ik er in het gesprek. Oh, ze moet je bellen. Oké, okay, ja, ik wacht op de telefoon. Oké, okay. Een van mijn collega's vraagt, dat is Liane, die wil weten hoe jij de samenwerking vindt met Standvaste. Nou, ik moet echt zeggen, ik vind het, ik geniet ervan, want normaliter dan zou ik nu alleen maar muziek horen. Ik zit nu er net te luisteren. Je had net meneer Kees de Gruyter in de uitzending, mm-hmm. die het had over eventueel wel of niet festival. Ik bedoel, ik denk, hij is geen dreamcrusher. Jullie geluid is weer luid. Oh, oké. Okay. Nee, okay. Ik ben een beetje doof, dus ik zet veel gelijk. Maar dat geeft hij is geen dreamcrusher, maar ja, hij zegt je wel, ga je geld niet zomaar investeren. Uh-huh. Op dit moment, hou het even in je zak, want het kan dat festivals niet doorgaan. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd naar, ik dacht dat je zou bellen met de mensen hier in Amsterdam. Dat ga ik doen. Met de festivals van ons, ja. Dat ga ik straks doen. Maar ik wil met jou praten over Dr. Sophie Redmond. Sophie Redmond, joh. Uh-huh. Wie is dokter Sophie Redmond? Ik heb Cheryl nu onder de knop. Oké. Beste mensen, we maken een aparte radio. Het is een pilotprogramma. Dat is Standvaste in Rotterdam. Ja. In samenwerking met 77 Salto Amsterdam. Dus, ik heb Cheryl onder de knop. Hey, Cheryl, ja, daar ben je er weer. Ben je er weer, Cheryl? Ja, ik ben er weer. Oké. Okay. Wie is dichterbij dokter Sophie Redmond geweest? Hoe bedoel je dichterbij? Ik bedoel, wie heeft meer... verhaal over haar. Wie kan ik het woord geven? Ik denk dat we allebei verhaal hebben. Als we het hebben over de Sophie Redmond lezing zelf, dan is dat een lumineus idee van Cheryl niet geweest. Lumineus idee, oké. Okay, dat is maar... lumineus. Oké, ja. Maar dan ga ik het met jou hebben over de persoon Sophie Redmond. Ik kom niet verder dan zij. Eerste Surinaamse vrouw, donkere arts. En... ik weet het, voor mij dochter van een predikant en er was een straat in zijn naam voor hem naar. En tot zover mijn kennis over Sophie Redmond. Je hebt twee fouten gemaakt in je aannames. Is je? Dus ja, vertel mij, dokter. Ze was niet de dochter van een predikant, maar de dochter van een onderwijzer. Aha. En ze was niet de eerste Surinaamse vrouwelijke arts. Dat was ze niet. Maar er waren 5 artsen in die tijd. Het waren 5 mensen, 5 vrouwen die rond die tijd hun beul hebben gehaald. Maar het punt is, als je het hebt over een vrouw van Afrikaanse afkomst met ouders van of grootouders die tot slaaf gemaakt zijn geweest. Ja, dan was zij de eerste. Maar er waren ook een paar Dogla Afdodowas. Ik heb het over Avro, hoor. Ik bedoel... Nee. Maar ik bedoel, er waren. Cheryl, help me. Zij was de vijfde. Maar in die tijd dat, waarin de mensen toen leefden, waren er heel veel mensen die... wij noemen de mensen dubbelbloed hier, maar er waren heel veel mensen die een witte vader hadden en een zwarte moeder. Een heleboel potogisies, moxie-moxies. Dus, en die werden dan niet als... hoe zeg je dat? Die werden de mulatten genoemd. Hè? Er was zoveel verschil toen. Ja, maar in ieder geval in voor haar tijd en de tijd waarop ze heeft geleefd, heeft ze gewoon een mooie prestatie geleverd. Ze is niet alleen maar arts geworden, maar ze heeft zich ook maatschappelijk enorm in Suriname bemoeid. Met de politiek, maar ook de gezondheidszorg. Ze is bemoeid met waterleiding, ze is zich bemoeid met gezond eten, ze is zich bemoeid met kinderopvang voor wezen en zo. Dus het is en dat is de reden waarom wij nog steeds over haar praten, want ze kon ook gewoon arts zijn en ze die verder, je toch, niet zo betrokken, niet zo maatschappelijk bezig geweest, dan hadden we niet zoveel over haar geweten. Maar dus omdat ze zoveel heeft gedaan en zoveel heeft betekend, daarom praten we nog steeds over haar. Wat is zoveel dan? Wat deed ze allemaal naast haar werk als arts om mensen te helpen? Zieke mensen, wat deed ze nog meer?
Wat ze deed is, dus in de eerste plaats om arts te worden was al een uitzonderlijke prestatie. Want ik zei, al haar vader was onderwijzer en haar moeder, de vader was, ik hoor weer een echo, de vader was onderwijzer en die echo gaat nu weg. Sherry, praat jij? Ik heb, nee joh, praat maar. Is mijn headphone, als ik te dicht bij jullie zijn, dan krijg je dat. Oh, oké. Maar luister nou, ga gewoon door met je verhaal vooral. Maar de vader was dus onderwijzer en de moeder, de vader was onderwijzer en eigenlijk had de vader gewoon dat ze in het onderwijs zou moeten gaan. Maar dat gebeurde niet, want dat wilde ze niet. Ze wilde dokter worden. Ik had de vader gezegd in een aantal gesprekken van luister. In het laatste gesprek was het van luister. Dus jij wil dat ik onderwijzer moet worden of zo, dat wil ik niet. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon bij mensen dienstmeid worden, klaar. En toen heeft de vader toegegeven, dus toen mocht ze arts worden. Dat was weer een proces van 10 jaar, want ik bedoel, je moet je inschrijven, je wordt daar ook niet voor vol behandeld. Het is weer een mannenwereld, dus ja, ze gaan een beetje een loopje met je nemen, een beetje pesten. En het eind van de is na 10 jaar heeft ze dus de bult gehaald, ze is arts geworden. En ze gaat ook binnen WIP en zo gaat ze naar de praktijk. Een van de plekken van haar praktijk was naast de grote stadskerk in de, hoe die straat, Sherry? Steenbakkerijstraat. Ja, nee, dus de eerste praktijk, ja, dat was de eerste praktijk, ja. Ja, in de Steenbakkerijstraat. En wat ze dan gedaan heeft, is dat mensen, arme mensen, wat ik bedoel, net zoals nu gezondheidszorg veel kost, kostte het toen ook heel veel. Maar ze behandelde mensen die kon betalen, behandelde ze op, ja, gratis eigenlijk. En ze was een van de grote vriendinnen was Esselita Polade van Apotheek Polade. We stuurden die mensen naar die apotheek met een briefje van haar. Dus toen kregen mensen ook die medicijnen gratis of tegen een gereduceerde prijs. Daarnaast heeft ze ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld iets als ze gaf mensen voorlichting. In die tijd toen zij leefde was er veel filaria. En zij gaf de mensen voorlichting in eigen talen. Dat is dat ook, want je weet, als je dokter bent, dan moet je geaffecteerd gebruikt. Hè? Maar dat deed ze niet. Ze sprak gewoon de Saratongo. En ze dacht dat mensen met hun eigen taal uitvallen. In krimidjari, er zijn parasieten in het water. Dus dat soort. Ze zorgde ook voor dat ze mensen uitlegden van luister, je moet eten uit je eigen keuken. Ze zat in allerlei besturingen en verenigingen. Ze bemoeide met de gouverneur, maar ze bemoeide ook met Moesje van Bakawoyo. Snap je wat ik bedoel? En haar rijkwijde, omdat ze met verschillende maatschappelijke groepen omging, dat maakte dat mensen er of verfoeiden of dat mensen er bewonderden. Ja, dat is mooi. Ze is niet zo lang geleden, 1955 denk ik. En, niet zo lang geleden, jongen, ik weet niet wat je hebt. Nee, ik ken mensen die ouder zijn, dus die Sophie Redmond gekend hebben. Ja, toch? Ja. Ja. Toch vind ik dat er heel weinig van haar is, qua foto's en zo. En ze hebben best wel veel foto's. Sherry, help them. I just have been wondering. Help, ik luister hoor. Ja, er zijn niet heel veel foto's, Anita. Want als je toch gaat kijken, vind je toch weer dezelfde foto's steeds, weet je? Iedereen gebruikt dezelfde foto's. Mm-hmm. Dus, maar ja, je moet, die vrouw heeft niet echt lang geleefd, hè? Het is maar 48 jaar jong geweest. 48 jaar? Ja. Ik durf niet te zeggen hoe oud ik ben. Ja, ik zelf denk 35, maar laten we dat maar slaan. Nee, maar Mina, 48 toe dus. Miskrik je, ja. Horribele. Oké. Wanneer is deze volgende? Die gaat niet door. Wanneer zou die lezen zijn van Sophie? 22 maart hadden we hem gepland, hè. Maar ja, ik heb naar het gesprek geluisterd wat je net had, dus gaat niet door. Het gaat niet meer gebeuren dit jaar. Nee. Jullie hebben die lezing al een paar keren georganiseerd, hè, gehouden. Waar praat men over? Ik bedoel, je gaat toch niet de hele tijd praten over diezelfde dokter Sophie Redmond, dokter Sophie Redmond? Op een gegeven moment heb ik toch alles gewoon gehoord. Waar gaat die lezing over? Nee. Kijk, wij nodigen. Kijk, onze eerste keynote speaker. Dus de persoon die was Joyce Sylvester. Joyce Sylvester was
die tijd was loco-burgemeester van Annapallona, zeg ik het goed, hè? Nee, van Naarden. Naarden en Annapallona? Daar was ze daarvoor. Maar toen ze de lezing gaf, was ze ondertussen van Naarden burgemeester. En ze zat in de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer. Dat is dus een vrouw die maatschappelijk aardig heeft gedaan. En je bent altijd op zoek naar rolmodellen, mensen die je kunnen inspireren. Zij is dus zij gaat het bijvoorbeeld over het probleem worden van de Eerste en de Tweede Kamer. En nu zijn we 7 jaar verder. En ja, de Eerste en de Tweede Kamer, die zijn gebleekt. Er zit niemand van de Surinaamse afkomst in de Tweede Kamer. Er zit niemand van de Surinaamse afkomst in de Eerste Kamer. En ze vertelde natuurlijk van hoe is het daar gekomen, wat is gekomen. Mensen hun levensverhaal inspireert. En natuurlijk, onze tweede was Ruud Weidenbos. Zij was ondervoorzitter van het parlement van Suriname in die tijd. Zij heeft ook een verhaal. Dus we luisteren naar het verhaal van die persoon, van de keynote speaker. En die gebruikt daarbij haar raakvlakken met Sophie Redmond. Weet je? Want Sophie Redmond was een eigen gereide vrouw. En om op zo'n hoog niveau te opereren, dan moet je toch wel een beetje brutaal zijn en een beetje jezelf naar voren duwen en je niet het kaas van je brood laten eten. We hebben Harriet Verwijdenkar, die ook in het derde jaar. Ook haar carrière is gewoon fantastisch om naar te luisteren. Dat alleen naar Nederland. En dat eigenlijk met kerst alleen zat in het studentenhuis, terwijl iedereen naar hun familie was. Haar levensverhaal is ook interessant. Dus ja, we zoeken altijd vrouwen uit die het maatschappelijk goed hebben gedaan in de wereld. En dan vragen wij om te luisteren naar hun levensverhaal. Maar daarbij wordt het levensverhaal van Sophie Redmond, ja, het wordt langs elkaar gelegd, een beetje. Dus het gaat niet alleen altijd, ik dacht dat de lezing altijd ging over Sophie Redmond. Dat is niet de bedoeling. Dat is het niet dus. Sophie Redmond is een boekbeeld. Het is als een rolmodel, weet je. En al die vrouwen waar Anita het over had, zijn inspirerende vrouwen, net als Sophie Redmond. En door die lezing kijk, heel veel mensen, net als wat jij ook zei, je wist ook niet heel veel van Sophie Redmond, waardoor je ook een paar keer een aanname had dat ze een dochter van een predikant was. Ja. En ook die vrouwen die de lezing hebben gegeven, heel veel wisten van Sophie Redmond, een beetje. Maar doordat zij zich ook zijn gaan verdiepen in het leven van Sophie Redmond, weten zij nu ook veel meer over haar. En dan worden ze automatisch onze ambassadrices. Dus die vertellen het verhaal van Sophie Redmond ook weer verder. Ja. Die lezing, is het alleen voor vrouwen? Want ik hoor alleen maar steeds vrouwen die uitgenodigd worden. En vrouwen die ja, lezen. Nou, de Sophie Redmond lezing organiseren we altijd in maart. En in maart is het de Internationale Dag van de Vrouw. En in het kader daarvan organiseren worden. En wij vinden zelf, eigenlijk vinden wij, ik ga over mezelf praten, eigenlijk vind ik dat als vrouwen de leiding hadden in de wereld, de leiding hadden in de verschillende overheden, dan zou de wereld er veel mooier uitzien. Veel mooier, met veel lekkere reuzen naar parfum. Kan ik op een verslag van COVID, kan ik COVID nooit meer komen. Maar Ik vind het leuk dat je zelf van moet lachen. Je gelooft het niet, hè? Vrouwen hebben een hele achterstand, hè. Laten we het geen mietje noemen. Iemand heeft een luide radio. Vrouwen hebben een achterstand, een enorme achterstand. En die achterstand die vrouwen hebben, die hebben ze al die jaren moeten goedmaken. Mind you, dat vrouwen helemaal niet mochten kiezen, hè. Vrouwen mochten eigenlijk niet eens meer buiten werken. Toen ik geboren werd, was mijn moeder zwanger. En natuurlijk was mijn moeder zwanger, anders was ik nooit geboren. Dacht ik maar, maar dan, mijn moeder moest ontslag nemen, hè? Ja, logisch. Waarom moet mijn moeder, waarom is het? Huh? Mijn moeder moet het eten geven. Mijn moeder is zwanger. Ik kreeg geen meisje van 14 of 13. Ja, maar dat is slecht voor de productie van het bedrijf, denk ik, in die tijd. Ik denk niet lobbyeren, maar is wat ik denk. Dat, kijk, en daarom, omdat je mensen als Frans Pina's hebt,
heb je vrouwen als Sheryl Fleet en Anita Donder. Want die mannen willen ons gewoon in een hoek zetten. En dat willen we niet. Oh, dus mannen proberen jullie altijd in een hoek te zetten? Wij vinden mannen, althans ik vind zelf dat mannen een klein beetje te veel handje in de poort te spelen. En ik denk dat vrouwen analytisch veel beter zijn. Aha, oké. Okay. En Frans, ja, Frans. Ik ben er. Frans, dat de Tweede Wereldoorlog heeft bewezen hoe belangrijk vrouwen zijn. Want hoeveel al die mannen aan het front waren, wie zaten er in die fabrieken? Ja, maar... Wie zat er thuis op de kinderen te passen? We zitten nu met corona. Nee, die vraag die je moet stellen... Hoeveel van die mensen in het ziekenhuis zijn vrouwen? Nee, dat is helemaal goed. Maar die vraag die je zou moeten stellen is... Wie heeft ons bevrijd? Wie? Waar? In die oorlogen. Bevrijd? Ja. Nou ja, ik bedoel, die film Hidden Figures laat je al weten wie jullie heeft... Hey, die vraag is, wie heeft jullie bevrijd uit die oorlogen, Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld? Het was geen vrouwenleger, hoor. Wie heeft die oorlog gestart? Wie ging opsporen? Ja. Wij houden van vrede, houden van parfum, van leuk. Uh-huh. Mannen willen vechten. Kok op de Robbie. Hey, luister dan. Hey, als er een Surinaams woordenboek is, dan moeten jullie dit woord op innemen, hè? Kokotaki no. Is dat kokotrobi? Kokotrobi, nee. Ik is twee tegen één, hè? Twee vrouwen. Ik sta tegen twee vrouwen, dus hoe noem je dan zo'n woord? Is er nog een vrouw? Is er nog een vrouw bij jou? Dan die. Okay. Nou, nee, kijk, het is een vrouw. Kijk, we organiseren het in het kader van Internationale Vrouwendag, zo niet, dat was een vrouw. En en we vinden ook wel dat vrouwen, het verhaal van vrouwen moet verteld worden. Ik bedoel, als je gewoon s'avonds je televisie aangaat, je ziet al die talking heads zijn bijna alleen maar mannen. Ja. Als er een vrouw iets zegt, hebben mannen nog gewoon lef om ons terug te sturen naar de keuken, alsof alle vrouwen kunnen koken. Nou, mind you, een heleboel vrouwen kunnen niet koken. Een heleboel? Nee, de meeste. Nee, niet vreten. Niet een heleboel, de meeste. Oké, ja, dat kan je ook zeggen. Ik ben Eva, dus ik kom niet. Ik ben echt Tregi Noah. Ik ken mijn handel, toch? maar wat gaan jullie nog doen aan volgende week is er weer een gezamenlijke uitzending met jullie. Wat voor items gaan jullie, waarop gaan jullie zitten? Sheryl, dat kan allemaal. Ja, kijk, sowieso de ondernemers zijn heel veel ZZP'ers, heel veel BOB, hè, Bob zoals we ze noemen, zijn er die deze tijd ook kunnen gebruiken om mensen te informeren over waar ze allemaal zitten, wat ze allemaal doen. Want ja, de grote bedrijven die krijgen steun van de overheid, maar een heleboel ZZP'ers komen misschien niet in aanmerking voor al die maatregelen die... De overheid nu aan het initiëren is. Ja. Dus, we kunnen elkaar helpen. Daarbij helpen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Dat spreken we af. Ik laat het even hierbij. En voor de uitzending, voor het einde van de uitzending kom ik terug bij jullie. Vind je het goed? Ik ga sowieso luisteren, want ik wil wel horen hoe je Rotterdam zit. Want ik zit te wachten. Want van mijn bepot met patten aan mijn outfit. Maar voor de festival voor beheerfeest. Oké. Okay. Nee, ik ga even bellen met festivalorganisatoren in Amsterdam. Ik nieuwsgierig, ik blijf luisteren. Blijf luisteren, dank je. Luisteraars van Double 7 FM. Zeg maar, ja, die luisteren, Double 7. Standvast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio.